In het Canadese Toronto beginnen zaterdag de Invictus Games. Dat zijn de Olympische Spelen voor militairen die in dienst gewond zijn geraakt. Paulus Matthijssen uit Rotterdam is één van hen, omdat hij slachtoffer werd van een zwaar ongeval. Hardlopen is zijn passie en vorig jaar won hij bij de Invictus Games zowel de 100 als de 200 meter. Maar om dat te bereiken moest Matthijssen wel een volgende tegenslag overwinnen. Op het moment dat ik superfit was, toch weer te maken kreeg met een ziekte, kanker. En toen ben ik eigenlijk nooit meer in oude vorm gekomen. Het heeft toen 6 jaar geduurd voordat ik weer überhaupt wedstrijden ging lopen. En daar was de Invictus Games was daar de eerste wedstrijd van. En die heb ik kunnen bekronen met dubbel goud. Dit jaar wil Matthijssen opnieuw 2 gouden plakken meenemen. En werkt in zijn voorbereiding samen met Patrick van Luik. Een sprinter die 2 keer op de Olympische Spelen stond. Met zijn bedrijf meet hij de fysieke staat van Matthijssen. En zorgt hij dat hij in optimale conditie aan de start staat. Wanneer je ergens voor voorbereidt of wanneer je überhaupt bezig bent, dan kan het soms zo zijn dat je te veel doet. En wat wij doen is, wij zorgen er eigenlijk voor dat we elke dag monitoren wat jouw vorm van de dag is. En op basis van die informatie kan je eigenlijk de belasting bepalen. De cijfers wijzen uit dat Matthijssen in goede vorm is en dat zal nodig zijn. Vorig jaar won hij nog met grote afstand, maar dat kan dit jaar zomaar anders zijn. We doen 17 landen mee nu in Toronto. Dus ik verwacht dat ook dat elk jaar elk land zegt van we gaan kijken van of we uit een nieuwe pool kunnen vissen om het sterkste team daar neer te zetten. Dus je tegenstand kan in 1 keer veel zwaarder zijn dan vorig jaar? Daar hou ik wel rekening mee, ja.